Ja, ik hoor jou prima. Ik vind Heijmans is echt een voorbeeld in de branche als het gaat over veiligheid. Zowel naar onze opdrachtgevers, maar ook naar onze leveranciers en onderaannemers. En dat maakt het ja, zo mooi. Ik ben er wel trots op dat we dat met elkaar eigenlijk zo belangrijk hebben weten te maken. Want je wilt toch uiteindelijk ook weer allemaal iedere avond veilig en gezond terug naar je gezin en naar huis toe. En wat je zo langzamerhand ziet ontstaan, dat onze medewerkers er zichzelf ook heel erg bewust van beginnen te worden. En dat er vanuit de teams zelf initiatieven beginnen te ontstaan. Je kunt niet over veiligheid praten als je niet ook ernaar handelt. Ik maak me soms een beetje zorgen dat daar waar je gaat praten over veiligheid, soms mensen denken dat ze zich moeten gaan verdedigen. Omdat het eigenlijk stiekem erover gaat of je het wel goed doet. Terwijl voor mij veiligheid een onderwerp is wat veel meer erover gaat dat ik wil uitstralen, dat ik geef om je. Elkaar wel durven aanspreken op dingen die nou ja, misschien niet goed zijn of onwenselijk zijn. Maar het is ons aan ons leidinggevende dat we daar ook voor openstaan en dat we met mensen in gesprek gaan. Want het is natuurlijk heel makkelijk om vanuit management dingetjes te roepen, bij wijze van spreken, naar die bouwplaatsen. Maar die mensen die daar werken, die moeten daar wel mee uit de voeten kunnen. Die moeten daar ook iets mee doen. En die hebben daar een stukje ondersteuning en hulp bij nodig. Op het moment dat je twijfelt of de handelingen die je ziet veilig zijn, of je twijfelt of het beter kan, kijk dan niet weg, maar stap in. En eigenlijk is mijn ervaring als je daar gewoon met elkaar over in gesprek gaat, dat vaak de collega het ook wel fijn vindt. We moeten nu de vervolgstap maken met wat we zeggen, we willen een veilige omgeving van werken. Dat het niet alleen maar is tijd en geld, maar dat het nu veilig en gezond wordt. Dat we echt gaan ontwerpen vanuit die veiligheid, ja, dat zijn de stappen die we op dit moment aan het zetten zijn. Want veiligheid begint op de tekentafel. Wat belangrijk is, is dat we dat veiligheid denken begint niet op een bouwplaats. Nee, dat begint eigenlijk al in de hele werkvoorbereiding en in de werkorganisatie. Die proactieve kant die is het meest belangrijke, dat je zelf aan de voorkant al vooraf bewust bent van hey, hoe gaan wij dit werk of dit project, hoe gaan we dat veilig maken. Waar ik wel eens mee worstel is dat ik soms zie dat er hele goede inspanningen gedaan worden, dat men niks kan bedenken wat beter kan en dat we dan toch een dag later geconfronteerd worden met een ongeval op die betreffende bouwplaats. En op het moment dat je een situatie hebt gehad, dat je hebt moeten aanbellen en moeten melden dat iemand is overleden als gevolg van een bedrijfsongeval, ik heb het twee keer moeten doen, maar ik hoop het nooit meer te hoeven doen en dat is mijn belangrijkste drijfveer. De dingen die ons overkomen, laten we die dusdanig doorgronden, analyseren, om ervan te leren. En daarmee de kans dat het er weer overkomt, te verkleinen. Daarom vraag je dan ook om hulp en elkaar op scherp stellen. Zodat degene die even wat meer tijd heeft om na te denken of er wat meer buiten staat, jou dan ook op scherp zet van hé, je zegt het altijd, maar nu is het moment dat je er wat mee moet doen. De collega's mogen mij aanspreken op veilig of onveilig gedrag. Op alles wat ik beter kan doen, alles wat remt in de organisatie, om veilig te kunnen werken, altijd. Dilemma's altijd bespreken, elkaar ook om feedback vragen. Dat doen we te weinig, dat doe ik zelf ook nog te weinig. Wat kan ik veranderen? En daar begint het. Wel ieders ik kan een steentje bijdragen om die veiligheid beter te maken. En ook zorg dat iedereen ook die veiligheid elke dag weer voelt, ziet, maar ook ervaart en elkaar daar op een goede, positieve manier in meeneemt. Blijf altijd leren. Geloof er niet in dat je er bent op het gebied van veiligheid. Maar kijk altijd om je heen en bespreek situaties met elkaar. Het is niet mooi meegenomen als het veilig is gegaan. Nee, dat is ons eerste doel, dat we veilig werken.